Mijn naam is Karin Moor en ik werk bij MADI Amsterdam Zuidoost aan 3 projecten die de formele en de informele zorg met elkaar moeten verbinden. De gemeente Amsterdam heeft steeds meer de focus op de kracht van de burger zelf. En de netwerken rondom de burger wordt steeds belangrijker daardoor. Maar ook de samenwerking tussen de formele zorg en de burger zelf. Want die kunnen vanuit hun initiatieven ontzettend veel voor elkaar gaan betekenen. Samen met de ambtenaren van het stadsdeel Amsterdam Zuidoost hebben we gekeken wat er in de 3 gebieden precies nodig is. Wat is nou nodig om die zorg en zorg beter te gaan afstemmen op de bewoners, maar ook om ervoor te zorgen dat de bewoners de zorg makkelijker kunnen vinden. En dat is een heel proces geweest en uiteindelijk hebben we gekozen om het in Gaasperdam te hebben over community care. Ooit was ik de voorzitter van de WMO-adviesraad van Amsterdam Zuidoost. En toen hebben wij ons de vraag gesteld, zijn wij over een paar jaar wel WMO-proof? Nu de verzorgingsstaat steeds verder afgebroken wordt en wij naar een participatieve samenleving moeten. En ons antwoord was eigenlijk nee. We hebben toen een conferentie gehouden met allemaal formele en informele organisaties. En toen is ook het begrip samen redzaam hebben wij in het leven geroepen. Ja, toen hebben we eigenlijk gezegd van hoe kan je zorgen dat mensen onderling weer veel meer van betekenis voor elkaar kunnen zijn. En hoe kan het stadsdeel dat faciliteren. Dat is toen eigenlijk een tijdje blijven liggen. Maar toen op een gegeven moment de gemeente Amsterdam zover was om te kijken van hoe zouden we naar nieuwe wijkzorginitiatieven kunnen komen, hebben we dit oude idee weer van de plank gehaald en zijn we begonnen met sleutelfiguren in Gaasperdam op te leiden tot kwartiermakers, zodat er van binnenuit mensen weer laten zien, we kunnen ons om elkaar bekommeren, we zorgen dat iedereen erbij hoort en iedereen mag gewoon meedoen. Wij willen een buurtcoöperatie samen redzaam gaan vormen met de kwartiermakers als hart. En dat zijn zo'n 25 tot 40 mensen die zich blijvend in willen zetten voor de buurt. En daar voor een deel, voor een deel doen ze dat recht vanuit het hart. Maar voor een deel willen ze daar ook voor betaald kunnen worden. En daarmee slaan we eigenlijk 2 vliegen in klap. We kijken waar zit de vraag in de wijk en hoe kunnen wij daaraan beantwoorden. En kunnen we op die manier ook de lokale economie weer versterken. Om een voorbeeld te noemen, er zijn heel veel ouderen die langer thuis moeten blijven wonen. Hartstikke prima. Alleen, ze hebben ook een risico dat ze vallen. En om dat te voorkomen is het soms goed om te kijken hoe kunnen die woningen aangepast worden met extra beugeltjes, een hogere toilet of drempels. En daar haken mensen vaak op af omdat dat of te duur is of ze weten niet hoe ze moeten organiseren. En daar zouden wij een rol in kunnen spelen. Een aantal van onze kwartiermakers zitten heel erg op dat niveau van klussen. En dan kan het een stuk goedkoper worden dan dat ieder dat voor zich gaat regelen. Met Anand Jyoti zijn we ook op die manier gaan kijken naar het gebouw en wat daar allemaal zou kunnen. We hebben het hier gehad over hulp bij huishouden. Nu krijgen 10 mensen allemaal uit verschillende kanten hulp bij huishouden. Een hoop dingen worden nooit meer gedaan, zoals de buitenkant van de ramen zemen. Nou, dat zou ook heel mooi geregeld kunnen worden via onze coöperatie. Maar Anand Jyoti heeft nog veel meer in petto. En ik denk dat André Bola, de kwartiermaker van Anand Jyoti, daar nog veel meer over kan vertellen. Ik ben bewoner van deze woongroep, Anand Jyoti. Anand Jyoti betekent trouwens het huis van rust en vrede. Ik ben zelf kwartiermaker van het project Samen Redzaam. En heb zover gekregen dat we hier nu allerlei activiteiten doen. We hebben hier in Amsterdam Zuidoost 6 van die woongroepen. Die allemaal een collectieve ruimte hebben waar activiteiten opgezet kunnen worden. En ik doe mijn best om ze zo ver te krijgen dat zij ook wat wij hier doen als Anand Jyoti ook oppakken. En samen met de buurt, samen met de bewoners activiteiten opzetten om vooral die vereenzaming te voorkomen. We hebben scholenbijt georganiseerd op de mobielschool
Holendrecht en Rijgersbos. En dat is een heel succesvol geweest. Wij wilden gewoon niet het wijzende vingertje wijzen, maar gewoon laten zien waarom ontbijten heel belangrijk is. De cursus die we bij Anne hebben gehad, zijn we dan ook heel wat sociale contacten rijker geworden. Dus dan is het niet moeilijk om toch wel de juiste persoon te vinden waar je dan naartoe kan verwijzen. Voor mij is het project geslaagd. Hè? Dan hebben we het over de buurtcoöperatie Samen Redzaam. Als we echt tot hele nieuwsoortige oplossingen komen, waarbij van binnenuit de vragen en de behoeften naar boven komen en ook de oplossingen. En dat die dus ook voor de buurt, door de buurt, samen ingevuld gaan worden. En mijn heilige geloof is dat we dan met veel minder middelen veel meer en veel prettiger voor elkaar kunnen krijgen. Het project Community Care laat zien dat er op een andere manier omgegaan kan worden met vraag en aanbod. De buurtcoöperatie zou eigenlijk door de gemeente als instrument kunnen worden gebruikt om tot een echte transformatie te kunnen komen in die afstemming van zorgvraag en zorgaanbod. Dus ik hoop eigenlijk dat de gemeente vooral kijkt naar de mogelijkheden die de buurtcoöperaties, maar ook Samen Redzaam, ook de kwartiermakers, die hele methodiek, dat daar lering uitgetrokken wordt en ook ingezet zou kunnen worden in andere wijken. En daar zijn we eigenlijk in Zuidoost inmiddels mee bezig. Onderdelen van Samen Redzaam uitgerold kunnen worden naar andere delen van Amsterdam Zuidoost. Dat zogenaamde omdenken, dat we eigenlijk ook van de gemeente vragen, vragen we niet alleen aan de gemeente, maar ook aan de zorginstellingen. En de zorginstellingen zouden eigenlijk met de buurtcoöperaties zichzelf overbodig moeten durven te maken. Want dan pas kom je tot de samenwerking en het aanbod wat echt nodig is, waar de burger echt om vraagt en wat de burger echt niet kan doen.